Welkom in Burkina Faso. Wat betekent het land van de oprechte mensen? Burkina ligt in West-Afrika, net onder de Sahel. Ouagadougou, de hoofdstad, telt 1,5 miljoen inwoners en bruist van de activiteiten. Kijkt u zelf maar mee. Op het gebied van onderwijs zijn de statistieken erbarmelijk. Slechts 45% van de kinderen heeft het geluk met school te beginnen. Weinigen maken de lagere school af. Op 7-jarige leeftijd dwalen vele kinderen al door de straten. Degenen met het meeste geluk verkopen fruit, sigaretten, papieren zakdoekjes en andere dingen op straat. Hun ouders hebben het geld niet om hen naar school te laten gaan. Ze moeten letterlijk hun eigen brood verdienen. Vaak rekenen zelfs hele gezinnen op de inkomsten van deze kinderen om te kunnen eten. Deze situatie verklaart het hoge percentage analfabetisme dat nog altijd 80% is en hiermee het hoogste ter wereld. Dit heeft als gevolg de onwetendheid betreffende de basisprincipes van hygiëne, wat de bevolking weer blootstelt aan allerlei ziektes. Een ander groot probleem in Afrika is de moedersterfte. Daarom willen we graag een serie nieuwe programma's maken. Hier komt ons promofilmpje. Mijn naam is Floor Nacro. Ik ben getrouwd met Kambetta. We hebben 4 kinderen. 1 van hen, Habakuk, is net geboren. Ik ben zo dankbaar dat alles goed ging. Het is tragisch dat in Afrika 1 op de 16 vrouwen sterft tijdens of vlak na de bevalling. Dat is 170 keer meer dan in Europa. Wereldwijd sterft elke minuut 1 vrouw ten gevolge van complicaties. Nog eens 10 tot 15 miljoen vrouwen lijden aan blijvende kwalen ten gevolge van de bevalling, zoals fistels, wat weer urineverlies en zelfs incontinentie ten gevolge heeft. Dit komt vaak door de onwetendheid van jonge vrouwen wat betreft zwangerschap en bevalling. U kunt het verschil maken door ons te helpen met de productie van een serie educatieve tv-programma's om het 5e millenniumdoel te bereiken. Het terugdringen van de moedersterfte met 75%. Deze programma's zullen uitgezonden worden op 14 tv-stations in Afrika met een potentieel van 15 miljoen kijkers. Televideo heeft veel ervaring in de productie van educatieve programma's. Onze tv-programma's hebben een grote impact in Frans sprekend Afrika. In Burkina is het HIV-percentage de laatste 10 jaar gedaald van 7 naar 2%. We moeten nu iets doen. Geen vrouw mag sterven terwijl ze leven geeft. Wilt u ons helpen om de moedersterfte terug te dringen?
namens vele aanstaande moeders. Hartelijk dank. Ik wil u ook graag voorstellen aan de videomedewerkers. Hiervoor neem ik u mee naar de editingruimtes. We beginnen met Azo. Azo is Henks rechterhand. Hij is editor en cameraman. Ook is hij onze lichttechnicus. Floor is programmamaakster en editor. U ziet haar ook in het promotiefilmpje over moedersterfte. Het afgelopen jaar is ze bezig geweest met de Alpha en Omega programma's over genezing en bevrijding. Nu nemen we een kijkje bij Jonas. Jonas is onze cameraman. Maar hij zorgt ook voor de duplicatie van de videobanden en de dvd's. Daarnaast is hij ook onze geluidsman. Jonas is getrouwd en vader van 3 kinderen. We gaan nu een kijkje nemen bij Noëlla. Noëlla komt uit Centraal-Afrika. Ze heeft meegeholpen met de tienerprogramma's. En de afgelopen 3 maanden heeft ze bij Floor editing geleerd. Noëlla is goed in het schrijven van sketches. En dat gaat ze de komende maanden weer doen voor de nieuwe serie Ponte Jeugdprogramma's. Nu laten we u nog een scène zien uit de tienerprogramma's L'Amical. L'Amical, aujourd'hui nous allons discuter de l'amitié, de l'intimité et tout ce qui tourne autour de ce sujet. Qu'est-ce qui pousse les hommes à abuser les filles? Isaac. Bon, moi je pense que ça c'est la faute aux filles. Parce que les filles, elles provoquent les garçons. Les mini-jupes. La fois que Irène avait dit la fois passée que et comme il fait chaud, il faut s'habiller en mini-jupe. Mais c'est pas normal. Moi, je peux m'habiller pour venir à l'école. Ça me plaît de m'habiller de ce genre. Donc, si eux pensent que c'est nous qui les provoquons, ils n'ont qu'à fermer leurs yeux. C'est vrai ce que le docteur m'a dit. Moi, l'overman, je suis séropositif. Non. Ça doit être autre chose. Attends. Est-ce qu'il n'a pas mélangé les sangs? Ah! Pourtant, il a bien fait. Donc, c'est vrai, j'ai le sida. Moi, je suis séropositif. Non, c'est pas possible. Ça peut même pas être possible. Il a dû inverser les sangs. Il a dû mélanger mon sang avec le sang d'un malade. C'est pas possible. Mais, si j'ai le sida, donc je vais mourir. Moi, je veux pas mourir. Je peux pas mourir. C'est pas normal. Je peux pas. C'est comme le sida, la migrisse là. Mais regarde-moi, quand même. Mais les gens de l'église maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont plus vouloir s'approcher de moi. Et ma famille. Mes conquêtes. Tout ça, ça ne me sert plus. Mais que dois-je faire maintenant? Et Roméo? Si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que les autres vont dire? Où je vais aller? Que j'écrive une lettre à Roméo. C'est le seul qui puisse me comprendre. We gaan nu een kijkje nemen bij de administratie. Hier werkt Angèle. Angèle is onze secretaresse en ze houdt ook de boekhouding bij. Angèle is eind april getrouwd met Amidou. Henk en ik waren getuigen bij hun huwelijk. Hier komen we het gebouw binnen. En daar zit Rebecca. Rebecca werkt als receptioniste voor Televideo. En als Angèle het druk heeft, helpt ze mee met administratie. We nemen hier een kijkje bij Sylvain. Sylvain is ons mannetje van alles. Hij doet inkopen, hij brengt bestellingen weg, hij staat op beurzen. En dan hebben we Emilienne. Zij houdt het gebouw schoon en zorgt voor koffie en thee voor de televideomedewerkers en de bouwvakkers. Emilienne is getrouwd en heeft 2 kinderen. Qui t'a dit de venir? Moi. Exécution. Question-réponse.
nog een paar foto's van Henk en Azo met een aantal bouwvakkers die de afgelopen jaren mee hebben geholpen met de bouw van de studio en het studentengastenhuis. Training is een belangrijk onderdeel van het werk van Televideo. Gideon geeft samen met Azo en Jonas de lessen in camera- en editingtechniek. Henk neemt de redactionele lessen voor zijn rekening. Televideo beschikt over professionele apparatuur. 3 editingruimtes en verschillende camera's. Ook hebben we een mobiele studio die is uitgerust met 3 camera's. Geregeld zijn er ook opnames in de dorpen. Hiervoor gebruiken we de Toyota die we gekregen hebben van EO Metterdaad. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres of kijken op onze website www.televideo.org.